Schiet nou even op! Ja, Dolly, wacht maar even. Kom maar aan! Fred, het spijt me ontzettend dat we je voor dit akkefietje op het bureau hebben laten komen. Ja, het spijt ons bijzonder. Ja hoor, dat zal wel, ja. Nou, zeg nou maar waarom ik hier ben of moet ik mijn advocaat soms bellen, hè? Rustig, rustig, Fred. We zien jou hier vrijwel wekelijks, hè? Fred, de armpje drukker. Maar je bent hier deze keer niet voor vrouwenhandel, drugs of internetfraude. Nee, en ook niet voor winkeldiefstal of huisvredebreuk of kinderporno, meneer Fred Buwalda. Hé hey jongens, niks van dat alles is bewezen, hè? Nee, niks. Maar je had het dus zeiden. Eén detailje. Eentje maar. Dit is smaad. Kijk, Fred. Jij hebt ons altijd weten te ontglippen, hè? Maar deze keer hebben we je te pakken. Kijk. Herken je deze foto? Ja. Ja, kom maar licht bekend voor, ja. Is het je vrouw? Niet onaantrekkelijk. Zou het best willen ontmoeten. Nou, hou die grapjes daar maar voor je, hè. Dit is Dolly Dartel, je minnares. En die is vannacht vermoord gevonden in een pand wat door jou gehuurd wordt. Ach. Nou, het zegt... Dolly. God, meisje, je hebt er ook wel eens beter uitgezien, zeg. Maar oké. Ik wil jullie wel helpen, hoor. Ik heb het niet gedaan. Ik zat in een casino WTC. Hè? 2 ton verloren. Ja, 2 ton. Kun je zo nachecken. Hè? Gaat je niet in de koude kleren zitten hoor, zoiets. Normaal gesproken dan verlies ik maar 1 ton. Dolly moest dood omdat ze te veel wist van jouw loesje zaakjes, Fred. Ja, jongens, vermoedens. Hey, kom nou eens met echte bewijzen. Hè? Kom. Straks wordt hier een verdachte binnengeleid. Die gaan we verhoren en die heeft opdracht gekregen van jou om Dolly te vermoorden. Je hebt een huurmoordenaar uit het buitenland laten komen. En die hebben wij gisteravond na een tip van Interpol op het station laten oppakken. Halt, we arresteren je! Voor de moord op Dolly Dartel. Mevrouw Buwalda, wat komt u hier doen zo laat? Ik kom getuigen. Mijn man werd bedreigd door die Dolly. Bedreigd, Fred? Topcrimineel? Ja, hij was bang van haar. Ze belde een keer aan, bij ons thuis. En toen zei hij, niet open doen. Snel, verstop je, onder het bureau. En wat heeft u gedaan? Ik heb geluisterd natuurlijk. En waar was u op het tijdstip van de moord? Ben ik verdacht? Nee, natuurlijk niet. Wij hebben de moordenaar. Morgen wordt hij voorgeleid. Ik ben toerist. Ik kom hier voor het scootje sealen en kaatsen. Tja, hoe verklaar je dan dat wij dit geweer op de moordplaats met jouw vingerafdrukken hebben aangetroffen? Met mijn vingerafdrukken? Nou, dat moet mijn tweelingsbroer zijn geweest. Ja, apenkool. Inderdaad, apenkool. Ja, dat zei ik al. Sorry. Thomas, we hebben dit geweer gevonden in de buurt van het lijk. Met jouw vingerafdrukken? Met mijn vingerafdrukken? Oké, ik geef het toe. Ik ben ingehuurd door meneer Fred Buwalda. Jij hebt Dolly vermoord, een opdracht van Fred! Nee, ik heb het geprobeerd, maar het is me niet gelungen. Het is je niet gelukt? Nee. Hey Dolly! Maak wel feestje nou. Ja, mooi. Zie je straks, hè? Oké, tot zo. Hoi!